Hoi allemaal, wij zijn de familie Groen, ook wel de Groentjes en welkom in deze nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag 5 november. We hebben vandaag hard gewerkt. Vanochtend hebben we weer de nieuwe werknemster, zorgverlener een beetje ingewerkt. Die komt nu elke donderdagochtend. Heel fijn, heel handig. En ja, Thijs gewerkt, ik gewerkt. En we gaan vanavond een beetje relaxen. En ik ga jullie straks nog even iets laten zien. Maar ik ben nu eerst eten aan het koken. En we hebben iets heel leuke dingen geshopt. Dus ga ik het even laten zien. Zo, ik zit lekker met Myrthe op de bank. Ze is een beetje behoorlijk gespannen vandaag. Ik zal misschien laten ze dat zo ook wel zien hoe dat is. Maar... we hebben een paar hele leuke pakketjes gehad. Kijk, Myrthe is nu, trekt ze haar hoofd dus helemaal naar achter. En dan gaan de armpjes ook meedoen. En dan moet ik haar hoofd dus wat tegenduwen. Zodat ze weer wat meer ontspant en uit die spasmen komt. Hè? Ja. Rustig maar. Rustig maar. Ja, rustig maar. Maar goed, we hebben twee pakketjes die ik heel graag even aan jullie wil laten zien. Ik ga van het weekend daar de foto's van maken. Misschien zien jullie dat dan ook al nu al. Of anders hebben jullie het al gezien op social media. We gaan hem openmaken. Tada! Er staat een kaart met welkom Sint en Piet. Er zit een klein briefje in met thank you. Er zit ook wat, je ziet het bijna nu niet hoor, ook wat zwart-witte confetti. Thank you, hey Sarah, bedankt voor je leuke bestelling, veel plezier meer ermee. Susanne van Suede Design. Daar hebben we al een keer een hele leuke actie mee samen gehad, met een beloningspost of aftelpost die je kon winnen. En misschien kan je het een beetje zien, maar zo is het ingepakt. En gaan we kijken Myrthe wat erin zit. Ik weet het, want ik heb het besteld. Er zit een Pietje Myrthe in. Deze, een pepernotenzak. Past heel leuk ook bij de pietensjaal die ik voor Myrthe ga maken. Die zal ik van het weekend laten zien. Er zit een schort in. Myrthe keukenhulpje. Want, wat heb ik nog meer? Een poster met welkom Sint en Piet. En jawel, een aftelkalender. Ik heb een hele toffe leuke winkel ontdekt. En dat heet Snurk. En die hebben ontzettend leuke pyjama's die ze ontwerpen. Maar ook pyjama's dus. En dekbedden. Weet ik veel dan, maar ik ga even met de staartje goed doen. Die. En daar heb ik dus voor Myrthe's nieuwe kamer. Jongens, dit is zo ontzettend leuk. Heb ik wat besteld. Kijk Myrthe. Waarschijnlijk weten jullie ook dat wij in haar kamer een... of op de kamerdeur een spreuk hebben hangen van een liedje. En dat heet een boog in de wolken als teken vertrouw. Staat boven jouw leven, zegt ik ben bij jou. Hij gaat in het liedje iets anders. Ik zal het liedje in de beschrijving zetten. Het is een prachtig mooi liedje. Dat wij zijn christen. En het gaat om dat God er altijd is. En de regenboog is een teken van hoop. Van ik ben er voor je. Ik ben er altijd. En dat is ook wat we vaak voor Myrthe zingen. Hè, we zingen vaak het liedje van een boog in de wolken van teken van trouw. Staat boven jouw leven, zegt ik ben bij jou. En dan gaat zo verder ook over in tijden van moeite en verdriet en dat soort dingen. Dat, nou ja, God er altijd is. En toen kwam ik deze pyjama tegen. Dit is gewoon een pyjama dress, om het zo maar te zeggen. Daar ga ik ook van het weekend even foto's mee maken. Want hoe leuk is dit? Met allemaal regenboogjes erop, Myrthe. Allemaal regenbogen. En het tofste
dekbed overtrek. Kijk jongens. Nou, van het weekend zien jullie het ook allemaal nog even goed. Dit is wel snurk. Dit is geen sponsoring of wat dan ook. Maar gewoon puur dat ik het leuk vind om dit te doen. En ook om jullie te laten zien hoeveel dingen je toch gewoon met een kind met een beperking kan doen. En ja, dit wil ik even aan jullie laten weten. Zo, het is vrijdag. Ik ben vrij vandaag. En over een uurtje ongeveer, iets meer, dan komt de ergotherapeut en de persoon die de stoel van Mitten na gaat kijken. Want we hebben het idee dat Mitten toch niet meer zo lekker zit in de stoel. Of we hebben het idee, eigenlijk zien we het aan alle manieren, maar dan sta ik niet meer met de kont naar achter. Dus dan gaan ze kijken hoe en wat met de stoel. Hij kraakt en piept af en toe ook een beetje. Er zat een beetje speling in, dus even kijken of we daar wat mee kunnen. En waarschijnlijk wordt het dus ook weer een nieuwe een mal gemaakt voor een zitting van Mitten. Zodat het goed gaat met Mitten. En Mitje is nu hier. Wil je ook even op de camera? Hé? Het gaat wat beter, hè? Gisteren was het eventjes een beetje een overdagje, hè? Dan heeft iedereen wel eens een overdagje, hoor. Papa ook. Dat heeft iedereen. Iedereen kent dat. Hé? Ja. Dus ja, Mietje heeft vannacht even beneden geslapen. Samen met Sarah. Want het was gisteravond een beetje overdagje. Eigenlijk heb ze wel een hele goede nacht gemaakt. Dus het scheelde voor Sarah. Want die slaapt goed op, of aardig goed op de bank eigenlijk. Dus dat, dan scheelt dat wel weer eventjes. Dus dat eigenlijk, ik ga zo nog even mijn uren inboeken voor van gisteren, omdat ik meteen naar huis was gegaan. Het werd een beetje laat. En dan na de afspraak van Mitten, of met Mitten in de ergo en dergelijke, ga ik Mitten weer naar de opvang brengen. En dan staat vanmiddag onze thuishulpen. Staan weer klaar. Tenminste, ik praat over twee thuishulpen, want de een wordt door de ander ingewerkt al. Dus dat is heel erg fijn. Dat geeft even wat meer rust en gelegenheid om even toe zelf met Sarah eventjes te kunnen uiteten. Het zal nu in deze periode weer even lastiger gaan natuurlijk. Maar in normale omstandigheden kunnen we dan bijvoorbeeld een keer uiteten. Of gewoon eventjes gewoon aan onze hobby werken en dergelijke. En dan hebben we gewoon de laatste tijd niet zoveel puff meer over. Omdat de zorg gewoon best wel eventjes pittig is. En zelf, want dat is natuurlijk ook misschien goed om te weten. Want we deden natuurlijk alles van Mitten. Maar van ons delen we natuurlijk ook. Als we ons niet lekker voelen of wat dan ook. Nou, op zich voel ik me prima. Alleen de laatste tijd ben ik gewoon een beetje moe. Nou, ik denk dat wel meerdere mensen moe zijn. Dat is een soort van corona moe. Dat is gewoon heel menselijk, maar hou wel even vol natuurlijk met z'n allen. En dan, dus ik moet even gewoon even een stapje rustiger aan doen en dan, een stapje rustiger aan. En dan komt het vanzelf weer goed. Dus, tot later. Ja, net besloten dat ik vandaag helaas niet verder kan met Mitten's kamer, want Mitten is gewoon niet lekker in de hum. Zo ga ik er niet naar de opvang laten staan. Het is voor haar niet lekker en voor de opvang heeft het ook geen nut, want dan zijn ze continu met haar bezig. Ja? Probeer er af en toe een lachje te geven. Maar je hebt continu pasjes, hè? Zoals nu ga je ook weer. Dus dat werkt niet, hè? Dan kunnen ze niet continu eruit halen bij je. Nee. Dus net al wat zout verneveld. En een paracetamolletje gegeven. Een neussprayetje. De standaard medicatie natuurlijk gegeven. Dus, die ze elke ochtend heeft. Maar misschien dat ik ook nog een andere verneveling geef. Maar dat ligt er een beetje aan. Dus dat was een druk dagje weer voor me. Maar ja, dat heb ik voor de over natuurlijk. Dus, en dan hopen dat ze na dit weekend weer een beetje beter is. Hé, poppetje? Dus. Nee? Ja, hè? Je wil zo graag lekker lachen, hè? En kindjes.
Hé? Een poepetje. Of heb je het gewoon gedaan omdat je thuis wil blijven bij papa? Zo. Deze stoel is helemaal vacuüm gemaakt en dan komt er straks een, wordt er een nieuwe zit van gemaakt. Vind je hem goed, Meert? Volgens mij wel. Zo. Zo, nou, de Orthese bouwer is net geweest. Daar hebben jullie ook net even een heel kort stukje filmpje voor kunnen zien en een fotootje heb ik gemaakt. Dus die zal ik ook allebei, of die hebben jullie tenminste nu gezien. En ja, er wordt er wel wat dingetjes van. Er waren wel wat puntjes bij je stoel. Maar ik denk dat het toch wel snel is, omdat natuurlijk die stoelen helemaal op de persoon worden gemaakt. Dus elke persoon is weer anders. Dus je houdt altijd dat er betere puntjes zijn voor verbetering. Want de persoon blijft natuurlijk ook niet hetzelfde, omdat ze groeien. Dus we hebben wel een heel goed gevoel over. Dus ik denk dat we met circa een maandje, anderhalve maandje, afhankelijk hoe snel het allemaal gaat, een mooie stoel hebben. Laten we zeggen voor de feestdagen een mooie stoel hebben. Dus dat zou heel fijn zijn. Want Mitter zit hier gewoon echt niet meer in. Daar waren we het ook wel mee eens. Ze zat er meer op dan erin, zeg maar. En dat resulteert dus dat ze niet lekker zit. Weer extra spasmus kan krijgen. En ja, eigenlijk de hele visuele cirkeltje, zeg maar. Dus Mitter heb ik nu even lekker in de box liggen. En op dit moment gaat het gelukkig eventjes, want vanmorgen had ik heel veel last van spasmus, slijm en dergelijke, maar mag nu gelukkig niet klaar. Dus nu ga ik even lekker Beste Zangers van anderhalve week terugkijken, want ja, soms kom ik er gewoon niet aan. Of heb ik gewoon even geen zin om naar tv te kijken. Dus even lekker chillen en we zien wat de dag gaat brengen. Zo, het is inmiddels 5:10. Thuishulp is net weg, die was ietsje eerder begonnen en is natuurlijk ook ietsje eerder naar huis. Maar dat was wel even fijn, want ik ben natuurlijk vrij, dus ik kon zo weer inspringen. En die heeft nog even wat gewandeld met Mitter. Alleen Mitter is nog niet echt happy de peppy. Want Mitter heeft nu 38,7 graden. Dus dan gaat die niet helemaal lekker in meis. Hè? Een boefje. En toch proberen te lachen, hè. Kunnen papa en mama nog wat verleren. Ondanks je niet lekker voelt dat je toch nog lekker probeert te lachen. Maar het is wel leeg lastiger. Ze zijn nu even in de staat daar. Of even in de lift. Dat ze een beetje... Zit ze niet op het warme matras. Ook even net een andere houding dan in de stoel, hè? Ja. We hebben het kussen even achter de hoofd gezet, omdat hij elke keer zijn pasmus heeft. En dan die trekt haar hoofd natuurlijk naar rechts achter. En zo zorgen we eigenlijk een beetje dat, omdat ze ook heel veel mondjes heeft, dat ze zich hiervan niet kan verslikken. Hè? Goedemorgen. Zaterdagochtend. Met een meisje met een heel klein lachje. Maar helaas is Mirte echt nog helemaal niet zo fit, hè, Mirte? Nee. Maar ja, wij gaan wel deze vlog afsluiten. Gisteren hebben jullie natuurlijk een beetje kunnen zien dat Mirte weer een nieuwe orthese krijgt. En ook wat aanpassingen aan de rolstoel en zo. Veel mensen vroegen al vaak, ja, maar ze heeft toch, wanneer krijgt ze een nieuwe rolstoel? Nee, ja. Dat snap wat je vraagt, maar die had ze al, althans nieuwe orthese, voor ons is dat de rolstoel. En die krijgt ze dus, hopelijk over een paar weken weer een nieuwe, want ze past ook weer in deze niet met haar kont. En deze heeft ze denk ik ook nog maar een half jaartje, hè? Ja. Ja, hè? We gaan lekker een relaxed dagje doen. Morgen gaan we een paar mooie foto's maken, hè? Ja. Van wat leuke dingen. Je nieuwe dekbed overtrek. Je nieuwe pyjama. En het aftellen naar Sinterklaas is begonnen. Ja. Scheetje. Nou, wij gaan
Nou ja, echt nu afsluiten. Yeah. Check ook even alle linkjes in de beschrijving naar de blogs en naar nog wel andere leuke tips. Kijk er even naar onze website, et cetera. En wij hopen jullie snel weer te zien. Met een meisje die zich dan een stuk beter voelt. Hè? Ja, en dit girafje gaat het zeggen. Ja, Miet is vandaag een giraf, hè? Kijk maar, deze leuke wansie. Zo. En dan zegt het girafje. Doei doei! Ja, doei doei!